Clan, wij zijn hier weer met een nieuwe Road to Commander. We spelen hardcore deze keer, want hardcore krijg je meer XP. Want je krijgt one shot van kills medals, die elk 100 XP opleveren. Waardoor je sneller levelt, uiteraard. Meer XP is sneller levelen. En het is ook gewoon een fijne game mode om te spelen. Maar dan moet je wel goed opletten, zodat je de enemies kan zien. Maar dit weekend ook dubbel weapon XP. Dus dat is ook chill. Dan kunnen we de wapens sneller levelen. Sneller, fijnere attachments. Dus ook meer XP, beter spelen. Allemaal dat allemaal. Zo word ik daar geslagen. Daar klopt helemaal niks aan. Je teammate gaat toch goed, 4 om 1. Jammer genoeg heeft Lenny die UV gedropt. Dat zou handig zijn. Beetje pre-fire, maar dat maakt niet uit. Waar zijn die enemies? Volgens mij is spawn flip. Maar dat weet ik niet zeker. Want we hebben geen UAV. Ik heb zelf al bijna die UAV, maar... Oh shit, ik niet... Oh kut, ik denk misschien helpt de spray, maar... Hij raakt net die kogel eerder. Oeh, is welkom die vandaan. Oh, dat is teammate. Niet schieten maar. Oh nice, een challenge. Dat is ook weer extra gratis XP. Oh nee, komt hij daar net aan. Oh, ik ga even concentreren. Het gaat niet zo goed. Oh, en dan ligt die trip, man, dan weer. Kut, man. Waar staat hij? Oh, ik zie hem niet. Dan gaat het goed lopen. Daar stond er zijn. Ik heb mijn vispuls, dus hoop kan ik goed gebruiken. Oh, helemaal niemand hier. Waar zit al die enemies, joh? Oh, meteen al level 4. Dat is een quad feed, hoppakee, dat is nice. Met de Fury kill. Oeh, daar ging bijna een tripmine af. Nog één kill voor de UAV. Oh, staat hij in mijn rug, meen je die? Nice, kroon het medal. Oh, kut camper. Oh. Die mensen zijn nooit zo'n Call of Duty. Je gaat er altijd rennen door dood. Hostile UAV incoming. Oh, we hebben wel een UAV. En wij kunnen hem maar niet halen. Be advised, hostile. Oh, hij mist mij. Ah, en dan mocht ik net geraakt. Ik wil wegsliden. We staan ervoor op dit moment. Dat is wat chill. Maar... Oh shit. Ah, die kon. Moest ik eigenlijk niet challengen.
Loopt die? Via daar. En dan weer extra XP dan die medals die we op core waarschijnlijk niet gehad hadden. Daarom spelen we hardcore. Ik ga niet al te goed, maar tegen enemies zijn ook wel redelijk, dus. Hierboven zit er een aantal. Dus. Oh nee, waarom kun je mij nu? Oh, dat vind ik niet chill. Ik weet wel dat ze allebei via die kant gaan. Dus ik ga ze nu ook een beetje opwachten. We zijn al level 9. Dat gaat goed. Hostile dart in your AO. Oh, meen je die? Die vent die weet ook nog eens hoe die ze met zijn dart om moet gaan. Ik weet dat is echt nooit hoe je met zo'n dart moet gaan vliegen. Hoe je daar veel kills mee kan oppakken. Deze enemies spelen ook langzaam. Oh, hive, ja. Wie gebruikt nou weer de hive in dit spel? Hostile UAV above. Oeh, ik dacht bijna. Oh, nog een challenge nog, dat is ook een free XP. Hij staat daar. Dan kan ik weer niet raak schieten. Ik schoot bijna open. Net niet. Oh, ik moet wel even de potje winnen. Kut, gewoon nog weglopen. Jij hoeft te taggen zijn, maar dat was hij dus niet. Be advised, hostile care package overhead. Hostile wraps deploy ship overhead. Oh, hij zit er wel in. Oh, kut. Zo kan je nou op dat dingetje zitten. We hebben raps, dat is ook niet goed. Het potje verliezen waarschijnlijk. Nu. Headshot, dat is altijd nice. Voor de camo's, waar je ook weer XP voor krijgt. Oeh, dat kan wel. Nee, niet ook. De raps. Nee, die had moeten hebben, die was slecht maar. Hij zit er denk ik nog wel boven. Mijn wapen is alweer level 6, waar in het begin level 2 was. Dat is ook chill. Dat is fijnere classes, speel ik waarschijnlijk beter. En dan verliezen we net, maar dat maakt niet uit. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken. Laat een like achter, comment als je daar zin in hebt. En tot de volgende aflevering. Later.